gewoon. We staan hier op het winkelcentrum in Wezep. Robert, heb jij behoefte aan een nieuwe prullenbak? Ja, ik heb er eentje bijgekregen van de gemeente. In het kader van Nederland Schoon. En we gaan kijken of we ons winkelcentrum nog schoner kunnen krijgen dan dat het al is. U heeft hier een mooie tegel voor u liggen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, in Onderbroek doen we mee met de actie Een Schoon Winkelcentrum. Dat is een actie van Nederland Schoon. En wat houdt dat precies in? Wat de verkiezing de schoonste winkelstraat of winkelcentrum van Nederland betekent dat er een comité van deskundigen op bezoek komt, onaangekondigd, een paar keer. En die gaan in gesprek met bezoekers, met winkeliers, maken een rapport op en doen dat op verschillende plaatsen. En dan kijken we, nou dan hoop ik natuurlijk dat we als Oldenbroek hoog scoren, dat zou mooi zijn. Maar ook als we niet hoog scoren levert het iets op, want in dat rapport staan dan ook een paar aanbevelingen waar we op moeten letten. Dan gaan we dan met elkaar aan de slag, winkeliers, de gemeente, andere betrokkenen. En dan hopen we dat we volgend jaar weer een betere score hebben. Hoe wilden de ondernemers het publiek erbij betrekken? Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus als wij als ondernemers die tonnen elke dag naar buiten zetten, elke dag netjes weer naar binnen. En zo af en toe zelf ook eens wat vuilnis van de vloer rapen en in de ton doen. Ja, dan gaat het publiek vanzelf volgen. We hebben trouwens een school, ik weet helemaal niet welke school, daar ben ik heel benieuwd naar. Die komen spontaan eens in de 2-3 weken met een hele klas met kinderen. Allemaal een mooi hesje aan, wij zijn supporter van Schoon. En die ruimen al het zwerfvuil op. En dat doen ze uit zichzelf. Een van de zaken waar ook het comité op gaat letten is de aanwezigheid of juist niet van zwerfafval. Wat we gedaan hebben is een aantal extra vuilnisbakken geplaatst bij winkeliers die dat wilden van Nederland Schoon. We hebben her en der wat tegels geplaatst om nog eens wat extra aandacht te vragen voor een schoon winkelcentrum. En we hopen dat we met deze actie de bezoekers en de bewoners van Oldenbroek extra kunnen oproepen van nou ja, ruim ook je eigen rommel op. En als je wat hebt, een papiertje of iets, gooi het in een van de vuilnisbakken en niet op straat. Ik zie je net een bak naar buiten brengen. Wat vind je van deze actie? Ja, ik vind het een hele goede actie. Ik vind dat we met z'n allen het centrum schoon moeten houden, zodat mensen graag in Wezep op het centrum komen. Is hier nou veel rommel? Op zich valt het hier wel mee. Ik vind dat mensen wel echt de boel opruimen. Als ze hier eten ook, iedereen gooit netjes de boel in de vuilnisbak. Dus eigenlijk kunnen we daar weinig over zeggen. Dank u wel. U bent goed bezig. Ja. Had u de prullenbak gezien? Jazeker. Ja, kan niet missen. Hè? Hij is natuurlijk behoorlijk groot. En ik vind het prima. Waar het om gaat is dat we aandacht vestigen. De aandacht vestigen op het belang van een schoon, net winkelcentrum. Dat is goed voor de winkeliers. Dat is goed voor de bewoners, voor de bezoekers. En dat is prettig winkelen. En dat is toch wat we willen met elkaar. Gefeliciteerd. Ik zag dat u wat in de ton hebt gegooid. Ja, u bent de eerste van vandaag. Echt waar? Ja. Nou, ik hoop dat er nog heel veel mogen volgen. En ik heb een cadeautje voor u. Nou, super. Jawel, kijk, alsjeblieft. Dat zijn leuke verrassingen. Geniet ervan. Dank u wel. Hartstikke mooi. Blij mee. Heb jij nog misschien andere verbeteringen die gedaan kunnen worden? Ik denk niet dat het alleen is van het afgooien of weggooien van de afval. Maar ook bijvoorbeeld deze put. Dat ze daar wat mee aan kunnen doen. Dus het straatwerk? Ja, dat alles netjes is. Wat vindt u ervan dat de gemeente Oldenbroek winkelcentrum Meidoornplein heeft opgegeven voor het schoonste winkelplein van Nederland? Nou, ik vind het een mooi streven. Ik hoop dat het lukt. En ik vind wel heel belangrijk dat mensen ook hun eigen rommel in de prullenbak gooien en niet erbuiten. Ziet u veel zwerfvuil op het Meidoornplein? Nou, ik moet eerlijk zeggen, hier valt het wel mee. Ik heb wel, in Zwolle is het slimmer, vind ik zelf. Maar ik denk toch wel dat mensen hier toch wel wat netter zijn dan daarin. De klinkers hier, wat valt u op? Nou, mij valt niet zo op, maar ik hoor van anderen dat hier toch opvalt dat er best wel veel ook lelijke plekken in het winkelcentrum zijn. Het mooie van het onderzoek wat we nu gaan doen en van de wedstrijd waar we in meedoen, is dat mensen van buiten komen eens kijken of het hen ook opvalt. En die gaan ook bezoekers vragen stellen. En als nou blijkt uit het rapport wat er straks komt, dat veel bezoekers zich ook ergeren en storen aan de vervuiling op straat, dan is dat een actiepunt wat we met elkaar moeten oppakken. Dan gaan we eens kijken wat we daar aan kunnen doen gezamenlijk, winkeliers, bewoners en gemeente. Dus ja, zo levert deze wedstrijd levert altijd een resultaat op. En de prijs ja, is vooral de eer. Dus als we hoog scoren, nou ja, dan zijn we best trots. Nu zijn we heel benieuwd wanneer de uitslag is. De
comité komt een paar keer op bezoek de komende maanden nog. En dan hebben we begin november de uitslag. En dan weten we hoe we als Oldebroek scoren. Ook ten opzichte van de andere gemeenten die meedoen. We zijn supporters van Schoon.